Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. Ja, naast mij Jort Bangma, de commercieel directeur van Bangma Verpakkingen. En Jort, 3 jaar geleden stond ik met jouw vader hier op dezelfde plek zo'n beetje. En die vertelde heel enthousiast waarom Bangma Verpakkingen al voor 15, 16 jaar sponsor was, hoofdsponsor van SV Urk. Hoe sta jij daarin, al nu jij de vertegenwoordiger bent als commercieel directeur? Want je vader heeft zich teruggetrokken uit het bedrijf. Ja. Jij bent nu de vertegenwoordiger van Bangma Verpakkingen naar SV Urk. Ja. Hoe sta jij erin? Nou ja, over het algemeen uiteraard positief. Het is een mooie club, mooie tradities, mooie mensen die er allemaal actief bij betrokken zijn. En het is mooi om daar onderdeel van uit te maken. En als je naar het zakelijke aspect kijkt, heb jij daar met je vader over gesproken om het op dezelfde voet voor te zetten? Of heb je daar ook wat nieuwe ideeën bij? Want ja, nieuwe mensen, nieuwe ideeën, zou kunnen. Ja, de zakelijk is eigenlijk altijd de eerste inslag geweest om als sponsor voor Urk aan de slag te gaan. Het netwerk op Urk is groot en sterk en iedereen helpt en kent elkaar. Jan heeft destijds geroepen van nou, als jullie zorgen dat de deuren open gaan, want jullie kennen iedereen. Als jullie zorgen dat de deuren open gaan, dan is het aan ons om de kansen die jullie voor ons kunnen creëren in te koppen. Op dit moment hebben wij een nieuwe vertegenwoordiger in de zin van Franklin Bode. En Franklin is heel actief bij de klanten op Urk. En ja, dat zie je dat zijn vruchten afwerpt. En dan ben ik ervan overtuigd dat onze naam daarin natuurlijk goed erop staat. En dat we door al jarenlang op deze manier betrokken te zijn bij het dorp en bij de club. Ja, dat het je geen windeieren legt. Met andere woorden, jouw aanpak is weer een uitbreiding van de zakelijke kant op Urk. Ja, dat is het idee. Oké, en dan, dat werpt nu ook zijn vruchten af. Je merkt duidelijk al een vergroting van jouw klantenkring. Ja, Franklin is eind 2020 bij ons begonnen en die is zeer actief de markt opgegaan de afgelopen 12 maanden om te zien dat we klanten kunnen terugwinnen, nieuwe klanten kunnen winnen en bestaande klanten kunnen uitbreiden. En ja, dat werpt absoluut zijn vruchten af. Ja, zeker. En maak jij ook nog gebruik van het netwerk en dan met name in de persoonlijke sfeer binnen de BCU van Urk, van die jouw vader, want die had een heel groot netwerk. Heb jij daar wat aan? Heb je daarover? Maak je er gebruik van? Daarin helpt corona natuurlijk niet 100% mee. Hè. Dus, we hebben afgelopen zomer besloten het contract weer met 3 jaar te verlengen. Daar zijn we heel blij mee. Heb ik mezelf ook voorgenomen om vaker mijn gezicht te laten zien op de club. Helaas dat er tot nu toe pas 1 keer van gekomen bij Urk Flavor Boys. Makkelijke overwinning voor de SVU. En ja, helaas heeft corona weer roet in het eten gegooid. Alles weer dicht, de wedstrijden mag je niet bezoeken. En ja, dat is gewoon vervelend. Maar ja, ik vind dat er ook een verplichting tegenover staat. Dat als je zo'n rol hebt als hoofdsponsor, dat je daar ook tijd en aandacht en liefde en energie in moet stoppen. En nou ja, we zijn nu voor 2 dagen in Tormolinos. Nog 2 dagen te gaan. Hoe ervaar je deze week als hoofdsponsor, waarbij je nu ook weer je netwerk gebruikt, denk ik. Hoe ervaar je deze week tot nu toe? Nou, ik loop hier niet met het gevoel van, oh ja, wij zijn hier de hoofdsponsor. Dat speelt totaal niet voor mij. Het is gewoon een leuk samen zijn waarin je een hoop mensen weer ziet en weer ontmoet. En ik geloof dat de band alleen maar versterkt en verbetert. En we hebben de afgelopen 24 uur al een paar leuke gesprekken gehad met deze en gene. En die zullen de komende 24 uur ook volgen. En nou, hopelijk kunnen we een aantal dingen zakelijk ook weer vertalen. Want uiteindelijk is dat natuurlijk wel de insteek. Ja, het is als sponsor zijnde, ik vind het altijd een bijzonder iets. Clubs vragen, sponsoren, nou, wil je geld doneren? Want dat is feitelijk wat het is. En meestal komt daar niet zoveel voor in de plek. En dat maakt Urk wel redelijk uniek. De jongens die gaan ervoor om het iedereen uit zin te maken. Er wordt naar je omgekeken, er wordt wat met je commentaar gedaan.
En dat is gewoon, dat vind ik echt heel goed. Dat is knap. Heel mooi. Ik zou zeggen een prettige voortzetting van deze tocht tot nu toe. Zeer geslaagde trainingskamp, businessreis, sponsorreis. Jort, dankjewel voor de tijd die je even voor ons hebt willen vrijmaken. Uiteraard, geen enkel probleem. Peter, bedankt. Jij ook bedankt. Ja, naast mij Klaas Brouwer van Brouwers Mannenmode uit Urk. En Klaas, jij bent nou een jaar of drie sponsor. Waarom ben je destijds sponsor geworden van SV Urk? Nou, mijn zoon en ik vonden het gewoon heel belangrijk om ook wat terug te doen voor de samenleving. En dan is de SVU de grootste sportvereniging die Urk in zijn bezit heeft, zeg maar, die Urk rijk is. En dat zijn dan wel, je ziet hoeveel vrijwilligers of daar rondlopen. En daar wil je gewoon wat voor terug doen voor de samenleving. En het moet natuurlijk zakelijk ook wat betekenen voor jou. Heeft het in die 3 jaar ook wat extra's opgeleverd waarvan je zegt van, nou, dat is ook een reden waarom ik het gedaan heb, samen met mijn zoon? Ja, nou, vooral in de businessclub heb je voor en na de wedstrijd allerlei ontmoetingen met zakenmensen uit Urk. En daar kun je dus je voordeel van doen. En als je nou zo even deze week bekijkt, dat is natuurlijk een sponsorreis. Ja, het is ook veel gezelligheid. Ja. Hoe ervaar jij deze week als sponsor? Ja, nou, zo'n sponsorreis, dat is echt wel een cadeautje. Want kijk, wij zitten natuurlijk veel meer met de businessclubmensen bij elkaar en het publiek. En dit brengt ons, zoals in deze week, vooral dichter bij het team en de mensen die over doen, hè, van het eerste elftal. En dat geeft toch wel een stukje extra dimensie eraan. En daarnaast is het ook nog eens heel gezellig om hier te zijn. Nou, dat zijn allemaal hele positieve berichten over deze trainingskamp sponsorreis. Dankjewel Klaas. En dan nog 1 dag en dan gaan we weer terug naar Urk, hè? Ja, wel jammer, ja. Ja, ja, maar eigenlijk moet zoiets wat langer duren. Dankjewel. Ja, naast mij Gert Thalen van GT Etiketten. Gert, wat heel bijzonder is, jouw bedrijf staat in Schonebeek. Je woont zelf in Coevorden, Drentse. Ja. En dan word je sponsor bij SV Urk op een afstand van zo'n 1,5 uur rijden. Wat is nou de reden dat je sponsor bent geworden van Urk? Bij ons was de voornaamste reden was natuurlijk om meer naamsbekendheid met ons bedrijf te krijgen op Urk. En ik ben toch ook wel een fanatiek voetballiefhebber, dus dat was eigenlijk de reden om bij Urk te gaan sponsoren. En je bent ook zelfs, alle thuiswedstrijden probeer je zoveel mogelijk eigenlijk, ja, je bent er altijd aanwezig. Ja, ik ben er elke keer nog geweest, neem vaak een relatie mee of iemand in de vriendensfeer die ook gek van voetbal is. En alleen door de COVID een paar wedstrijden gemist omdat er geen publiek bij mag zijn, maar voor de rest zijn we er altijd. Nou, ben je 2 jaar sponsor en ja, dan ga je mee naar Tormelinos. Je had daar bepaalde verwachtingen van vooraf. En wat waren die verwachtingen en zijn ze uitgekomen? Ja, de verwachting was eigenlijk om wat meer met mensen van Urk ook in contact te komen. Om te laten zien en vertellen wie we zijn. En dat is denk ik aardig gelukt. En dat aardig gelukt, als je dan kijkt, heb je dan volgende week extra druk om die afspraken na te komen die je hier hebt kunnen maken? Nou, ik hoop dat ze me bellen of mailen, want ik heb natuurlijk een visitekaartje afgegeven. En we willen heel graag en we hebben nog de capaciteit om uit te breiden. Dus wat dat betreft zou dat perfect zijn. Oké, eventjes volgende week, bij wijze van spreken, dan komt er iemand bij je en die zegt, God Gert, ik denk erover om ook sponsor bij Urk te worden. En ik ben eens even op zoek. Wat is het advies van jou naar deze mogelijke potentiële sponsor? Ja, als je die. Je sponsort natuurlijk uit betrokkenheid bij een dorp en bij een. En je doet het natuurlijk ook zakelijk gezien. Als je een goede relatie met Urk wil, dan denk ik dat de sponsoring van de voetbal wel de juiste manier is om in Urk een visitekaartje af te geven. Dus jouw advies zou positief zijn. Ja. En is dat vanuit het zakelijke aspect of ook zit er nog wat anders achter? Nou, ik vind het ook het sociale aspect vind ik gewoon de hele beleving van het voetbal op het dorp Urk, dat vind ik wel heel bijzonder. Omdat het allemaal zo saamhorig is. Iedereen die kent elkaar, iedereen doet met elkaar dingen voor de vereniging. En ik zie wel dat er een grote vrijwilligersgroep is en een echte beleving van de sport binnen Urk. Als ik jou zo hoor, dan zeg je van, ik voel me thuis bij SV Urk. Ik voel me thuis bij SV Urk. Dankjewel. Absoluut. Graag gedaan.
Tech installatietechniek. En No Milk Today.